Grand Prix in Goes. Ja. Dat is toch wel uniek? Dat is zeker uniek. Ja, de eerste van de stad, eerste van de provincie zelfs, denken we. Hard aan gewerkt. We zijn maanden al bezig met de voorbereidingen. En nu zijn we er bijna. Even de rommel aan het opruimen. De laatste handelingen aan het verrichten. We zijn bijna klaar om open te gaan. En wanneer gaan jullie open? Wij gaan zaterdag om 6 uur open, 's avonds. Ja. Dus dan is iedereen welkom. Ja. Nou, mooi weer komt eraan, dus... Juiste timing. Het mooie weer begint zondag, zagen we in de agenda. Ja. We hadden wel zoiets van, nou, we doen zaterdag een try-out. En dan vanaf zondag knallen. Dagelijks open bij Lekker Weer. Van 10 tot 9 door de week. Door de week en in het weekend van 10 tot 11. En hoe komen jullie in deze locatie? Ja, dat is een hele goeie. We hebben een poos lopen zoeken. Allereerst zijn we op het idee gekomen doordat we gewoon veel plekken zijn geweest in het buitenland, ook in Antwerpen. En we zagen die concepten, die zagen we er al eigenlijk plaatsvinden. En toen is het eigenlijk een beetje gaan kriebelen. En toen zijn we rond de tafel gaan zitten. En toen hebben we gezegd van eigenlijk willen wij dit ook gewoon. En het is eigenlijk heel erg hip. En het past ook wel een beetje bij de tijd. Ja, in deze tijd past het ook wel gewoon heel erg goed. Toen zijn we een beetje gaan kijken naar locaties. Er zijn nog meerdere locaties geweest. Uiteindelijk is deze plek geworden. En daar zijn we uiteraard heel erg blij mee. Zeker als het zonnetje hier schijnt en je ziet zonsondergang naar beneden, tenminste je ziet de zon ondergaan, dan denk je echt van wauw, ja, dit is wel echt, dit is gewoon fantastisch. En het is dicht bij de stad natuurlijk, dus ja. Mensen kunnen op de fiets, ja, je bent er zo en je bent zo ook weer in de stad. Dus dat is wel gewoon ideaal. Vergunning tot eind september. Oké. Okay. Ja. Dus tot dan gaan we sowieso open bij Lekker Weer natuurlijk. En daarna gaan we met de gemeente evalueren. En dan gaan we verder kijken of er de toekomst in zit. Voor ons wel in ieder geval, want we krijgen nu al super veel leuke reacties. Ja. Ja, iedereen is laag enthousiast, we zitten hier ook aan een woonwijk. Ja, ik denk dat die mensen allemaal een wijntje komen doen komende week. We gaan een hele leuke programmering aanhouden. Er komen yogalessen, salsalessen. DJ's komen hier te staan. Sub op het water. Sub op het water. Fitness trainingen, culinaire dingen. Dus een heel breed programma. Ja. Feest organiseren is jullie niet vreemd. Nee, zeker niet. Hoor. Dus dat gaan we lukken, denk ik. Ja. Zijn er nog iets speciaals op het programma naast wat je al hebt gezegd? Of is er nog een verrassing? Ja, als er leuke initiatieven zijn, dan zijn die altijd welkom. Als mensen leuke ideetjes hebben of leuke initiatieven, wat ik net zeg, dan staan we daar zeker voor open. We willen het gewoon zo leuk mogelijk maken en toegankelijk mogelijk ook gewoon voor iedereen. Mensen kunnen met de boot komen, mensen kunnen met de fiets komen of kunnen met de auto komen. Voor de auto's hebben we speciale parkeerplaatsen en die worden ook gewoon gemarkeerd. Dus het staat aangegeven. Het is ook belangrijk dat het daar geparkeerd wordt. En wat ik zeg, je kan met de fiets komen, je kan ook gewoon met de boot komen. En dat maakt het wel extra leuk, want er zijn al heel veel mensen langsgekomen met de boot. En die komen dan stiekem even koekeloeren. En dan zeggen ze wat ze ervan vinden. Gelukkig zijn alle reacties wel heel positief. En dan gaan ze weer weg. Dus mensen hebben er ook wel echt zin in. Dat was leuk. Ja, voor de kindjes hebben we ook een speelhoekje. Ja. Dus we gaan ons ook wel richten op gezinnen. Zeker op de zondagen. Ja, kindjes kunnen lekker spelen, kunnen lekker in het water. We hebben schepnetjes waar ze een beetje de krabbetjes en de kwalletjes uit het water kunnen vissen. Ja, dat wordt echt voor iedereen is het heel erg leuk en voor iedereen bieden we ook wat aan. Al dan niet op zondag, dan is het misschien op een woensdag voor de mensen die culinair onderlegd zijn, om het zo maar te zeggen. Dus ja, voor iedereen proberen we wat aan te bieden, proberen we iedereen interessant te maken. Mooi. Ja. Ja. Veel succes. Dankjewel. Dankjewel. Top.